Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over de Schmidt-rigger. Nu, Schmidt-rigger, een speciale uitvoering van comparator. Wat ging de comparator doen? Comparator, die ging gaan vergelijken of een bepaalde ingangsspanning groter was dan een ingestelde referentiespanning. Uitgang ging dan de positieve of negatieve voedingsspanning van de op-amp gaan zijn. Nu, daar is een klein beetje probleem mee. Stel nu dat wij een sensor hebben waar dat heel veel ruis op aanwezig is. Kan dat bijvoorbeeld een signaal zijn gelijk dat? Stel dat dit nu een drukknop is met heel veel ruis op. We stellen de referentiespanning hierin en je ziet hier, ja, door die ruis zal de uitgang van onze op-amp, van onze comparator, de hele tijd gaan schakelen tussen de hoge voedingsspanning en de negatieve voedingsspanning. Dus positieve en negatieve voedingsspanning. Dat willen wij niet hebben. Dus wij willen dit niet. Wij zouden eigenlijk willen dat de op-amp bijvoorbeeld bij een bepaalde waarde aangaat en terug uitgaat nadat het signaal zo ver gedaald is dat wij zeker kunnen zijn dat dat niet is ten gevolge van ruis. Hoe kunnen we dat doen? Daarom hebben wij dus de Schmidt-rigger. Schmidt-rigger sluiten wij dus ook een ingangssignaal op aan, maar de referentiespanning sluiten wij niet extern aan. Wij pakken daarvoor een aftakking van de uitgang. Verschil ten opzichte van de comparator is dat hier de ingangsspanning aan de inverterende ingang hangt en de terugkoppeling nu gebeurt naar de niet-inverterende ingang. We maken dus in dit geval gebruik van positieve feedback om ervoor te zorgen dat onze op-amp aan zijn uitgang altijd zijn voedingsspanningen gaat uitsturen. Nu, met deze vorm van feedback, wat gaan wij nu doen? De uitgang gaan we niet volledig terug naar de ingang sturen. Nee, we gaan maar een gedeelte gaan terugsturen. En dat bereiken we met deze spanningsdeler. We weten met een spanningsdeler, weten wij de formule die dat wij nodig hebben voor die spanning te berekenen. Hier staan die twee formules. Twee formules. Waarom twee formules? Omdat wij aan de uitgang zowel de positieve als de negatieve voedingsspanning kunnen krijgen. Hiermee kunnen wij een upper threshold en een lower threshold, dus twee triggerwaardes, instellen voor wanneer dat de uitgang gaat schakelen tussen een hoog of een laag signaal. Indien wij dat nu gaan simuleren, wat zien wij hier? Het groene signaal is het signaal onze ingang. Het blauwe signaal, dat is de blokgolf die dat aan onze uitgang uitkomt, vooraan te geven wanneer dat de ingang groter of kleiner is dan de referentiespanning. Het rode signaal, dat is onze referentiespanning. En we zien nu inderdaad aan dit scopevenster dat de uitgang hoog of laag wordt op het moment dat die bepaalde waarde van de referentiespanning, dus van de rode lijn, groter of kleiner is dan die groene lijn van de ingangsspanning. Indien dat wij dit nu simuleren, dan zien wij nu hier weer onze rode lijn lopen. En als we dan met de potentiometer inspelen, dus hier hebben we de spanningsdeler gewoon vervangen door een potentiometer, dan zien wij de referentiespanning veranderen. En wij zien ook dat de uitgang het triggerpunt volgt wanneer dat dus het ingangssignaal groter of kleiner is dan onze referentiespanning.